Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten als je de meldingen krijgt als ik een video upload. Tegenwoordig kun je me ook een bedankje sturen. Hier onderaan de video zit een button met bedankt en hiermee kun je mij dus een heel lief bedankje sturen. Nou, super lief ook alvast. Ik krijg heel veel lieve cadeautjes. Ik hou van jullie. En vergeet ook niet af en toe op de posts te kijken, dus community posts. Zie je ook bij mijn kanaal zie je een balk met video, playlist en community en dat soort dingen eigenlijk. Nou, als je op community klikt, dan blijf je dus op de hoogte. Als ik bijvoorbeeld afwezig ben, dan post ik dat bij de community. Of als er tips zijn, of als er updates zijn over nieuwe dingen, of nieuwe interviews, of interessante mensen, of dat soort dingen. Dan plaats ik dat dus allemaal bij de community. Nou, lieve mensen, we zijn weer aangekomen bij het volgende deel van Saint Germain, uit het werkboek. We zijn gebleven bij redevoering 17. Saint Germain, 28 november 1932. Aanroeping. Machtige, oneindige tegenwoordigheid, alles doordringende intelligentie, alles doordringende lichtsubstantie, machtige tegenwoordigheid, opgevaren Jezus Christus, u verschijnt nu door middel van uw machtige straling. Wij loven en danken het licht en u, machtige broeder. Wij loven de centrale zon en de ene waarvan wij vandaag zijn straal ontvangen. God, wij buigen in aanbidding voor de volheid van uw stralend leven en voor uw machtige tegenwoordigheid. Ik groet u vanwege de grote meester of God Meru, waarvan Nada de boodschapper is. Voor één grote berg op deze aarde, waarvan het geheim op een dag zal uitgelegd worden. Betekent deze grote meester hetzelfde als meester Himalaya betekent voor het Himalaya-gebergte. Nada is met mij in de Gouden Stad. Vandaag komen wij naar u op de tweelingstralen van deze stad. Gedurende de 7 volgende weken zal ons gezamenlijke straal vanuit de Gouden Stad telkens weer tot u komen, zoals het voor u bestemd is en zoals u gevoeld hebt. Wanneer de studenten sterk genoeg zijn om het aan te kunnen, zullen wij op een beschrijvende manier een van de meest verbluffende verklaringen van het juiste gebruik en het verkeerde gebruik van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid naar voren brengen. In lang vervlogen tijden en wanneer Gods kinderen voor het eerst begonnen te vergeten wie hun bron was, en hoe ze de machtige energie waarvan ze zich bewust waren, als hun eigen energie konden opeisen, vond in Zuid-Amerika, waar nu het Andes gebergd is, deze waar gebeurde ervaring plaats. Enkel door dit gezag kon een dergelijke ervaring plaatsgrijpen. Studenten en de hele mensheid hebben, zelfs in de ellende die ze voor zichzelf geschapen hebben, slechts een sumier begrip van de wonderlijke wijze waarop deze kracht ooit gebruikt is voor egoïstische doeleinden. Nooit tevoren was er een gelijkaardige situatie gekend. De onderaardse stad die zal beschreven worden en waarin deze gebeurtenis plaatsvond, bestaat nu nog steeds. Mogen Gods kinderen ontwaken voor de verbluffende activiteit die de lichtkrachten gebruikt voor het welzijn van de mensheid, wanneer hun aandacht oprecht gericht is op dit licht. Ervaren jullie dat ook? Ik vind echt, er komt zoveel beerput naar boven de laatste tijd, dat je echt denkt, man, kan het nog erger? Houd het dan niet op, waar gaat het heen met deze planeet? Waarom ben ik hier? Waarom ben ik hier in godsnaam op deze planeet? Ja, kijk, we weten het nou wel, maar althans, ik weet het nou wel, maar ik vraag het me nog alsnog af, ondanks ik het weet. Kan je nagaan hoe erg het is? En ja, dat is eigenlijk ook iets wat je niet wilt accepteren. Dat zal ik het wel zo zeggen, hè? Want dat je jezelf zo bent verloren geweest, dat je zo in de hypnose mee bent gegaan,
zoals nu weer mensen in al die hypnoses meegaan wat er maar verkondigd wordt door een ander. Wie is die ander in godsnaam? Dus die groepsdruk. Mensen hebben echt iets met groepsdruk, want daar gaat het om. Want het gaat helemaal niet om of iemand macht of niet macht heeft. Het gaat echt om die groepsdruk. En dat je als mens jezelf zo vergeten bent dat je, weet je, als jij niet van dit soort situaties gediend bent, dat je gewoon jezelf kan verplaatsen en denkt, toedeledokie, weet je wel. Dat je niet eens eigenlijk, dat ze jou niet eens zouden kunnen zien als je op een andere trillingsfrequentie zit. Dan zit je daar niet eens. Ze zouden je niet eens kunnen aanraken. Maar omdat je jezelf verlaagd hebt, heb je angst gekregen voor een bepaalde groepsdruk of zo. Of wat mensen over je zeggen, of wat ze van je vinden. Dat je bent gewoon dat hele, die hele bron, dat iedereen gelijk is. Of in ieder geval iedereen hetzelfde is, zal ik het zo zeggen. We zijn allemaal met diezelfde godsenergie vervuld. Ja, dat is zoiets bizars dat je dat niet meer bent gaan zien. Jezelf kwijt bent geraken. En ja, ik vind het heftig hoor. De laatste tijd. Zoveel chaos. Of het lijkt, of het komt misschien door mij. Omdat ik daar heel gevoelig voor ben. Of nog gevoeliger ben geworden. Dat je denkt, nog meer van die shit en ellende. En dan is het zo belangrijk dat je in je kracht blijft. En je begint steeds meer die hypnoses te doorgronden. Weet je, te doorzien. Dat je denkt, oh, dat is ook een hypnose. Dat is ook een hypnose. En ook, er zijn er ook natuurlijk weer mensen die zeggen, ja nee, de hele Bijbel is gelijk weer een verhaaltje of verzonnen. Weet je wel, ze kunnen daar ook niet meer in filteren. Dat zijn ook vaak de mensen die de Bijbel nooit gelezen hebben hoor. Dus dat er veel verkeerd vertaald is of niet helemaal meer klopt, dat is waar. Dat komt omdat je zelf dan de basis nog niet helemaal goed is, waardoor je misschien sommige dingen niet goed kan filteren. Wat is dan wel waar en wat is dan niet waar? Wat klopt wel en wat niet? En je zult ook zien, als je bepaalde dingen leest, dan resoneert het ook niet met je. En ik denk ook dat dat belangrijk is, dat je daarnaar luistert. Hè? Waarom resoneert het niet? Maar om het dan helemaal van tafel te vegen, ben ik het niet mee eens. Want lees het maar eens opnieuw en je zult het nu begrijpen wat er staat. En daarom is het nog steeds het oudste boek wat ook bestaat. Weet je, omdat het zo. En dan heb ik het even over het Nieuwe Testament. Hè? Het staat daar niet voor niks. Het is nog niet voor niks zo een machtig boek. Eigenlijk, waar ze dus zoveel oorlog voor gemaakt hebben. Want ook dat wilden ze natuurlijk. Het ego wilde beter zijn dan de ander. En mijn boek was beter. En mijn geschrift was beter. En het was allemaal beter. Maar de essentie, daar gaat het even over. En dan zeggen ze over, ja, Jezus heb ook nooit bestaan. Of dat is allemaal nep. Of weet ik veel wat, weet je. Het wordt allemaal helemaal vertaald. Dan is er helemaal niets meer eigenlijk waar je aan kan vasthouden, waar je je door juist verhoogd voelt, weet je. En niet verhoogd voelt dat je beter wilt zijn dan anderen, hè? Geen ego, maar meer dat je een hoger bewustzijn kan bereiken. En je zult ook merken dat zo'n mensen hebben ook helemaal geen, moet ik zeggen, ja, ik vind spiritualiteit ook zo'n afgezaagd woord worden. Ik weet ook niet, maar dat klinkt ook gewoon niet meer. We zoeken een omschrijving natuurlijk om te kunnen communiceren, zodat je begrijpt wat ik bedoel. Laat ik het even spiritualiteit noemen dan. Energetische, een ander bewustzijn, kosmische bewustzijn, zou ik zo zeggen. Ze zijn zich helemaal niet bewust van het kosmische. En denken dat er alleen maar shit en ellende is, weet je. En daar zijn ze dan in soort van in wakker. Maar ze hebben helemaal geen oplossing voor zichzelf. Ja, niet dat we een oplossing nodig hebben voor de ander. Nee, een oplossing voor jezelf. Hoe je uit deze hypnose komt. Dus daarom is ook belangrijk dat je dat scherp voor jezelf houdt. Want alles van tafel vegen is natuurlijk ook niet zo. Want die dingen bestaan niet voor niks al duizenden jaren. Ja, en daar zit een hele diepe grondslag en een goed beginsel en een doel in. En als je dat doel door hebt, dan zie je daar ook letterlijk staan dat de dood niet bestaat. Ja? En dat is het ideaal wat het boek wilt
naar voren brengen? Want wat heb je eraan om iets te lezen wat als een verhaaltje wordt verkondigd, maar wat geen verhaal is? Ja, wat een feit is wat ieder mens kan. Hey, we kunnen allemaal een ander genezen en ook onszelf. En dat is helemaal uit het verband getrokken. Er mag niks meer zijn wat magisch is. Ja, wat wonderbaarlijk is voor iemand die in een lager bewustzijn zit. Of in een 3D-bewustzijn zit, zou ik het zo zeggen. En ja, dat mag je niet gaan kwijtraken, want we zijn magie. Ja, als we alleen al met grammatica bezig zijn. Alleen al het woord grammatica betekent de magic book of spells. We zijn elke dag bezig met grammatica, met magie. Met toveren. Ja, en je wordt helemaal afgestompt in je bewustzijn dat er niets is wat ook maar vreugde mag brengen of je vrijheid kan schenken. Dus dat zijn wel dingen wat ik zeg, nou, dat let daarop en trap daar ook weer niet in. Dat is wat allemaal. Ik moet er altijd bij lachen omdat ik denk van man, het is gewoon, ik vind het gewoon lachwekkend en triest tegelijk. Maar des te vreugdevoller is het dat we weten wat er wel is. En daarom verspreid het woord. Verspreid dat ieder mens zijn eigen controle heeft. Zijn eigen kapitein is op zijn eigen schip. En dat we een eenheid zijn in energie. Dat we allemaal dezelfde God in ons dragen. Het goddelijke. De goddelijke vlam. De vonk. En dat we alles al bezitten. Dat we rijk zijn. Want je ziet, zoals dit systeem is opgebouwd, het werkt niet. Het is niets wat vreugde brengt. Dit ego-bewustzijn is niets wat vreugde brengt. Het is vreugde voor een korte tijd. Dit kan niet echt zijn. Dit kan niet waar zijn. Dat kan niet. Dan heeft het leven totaal geen zin. Geen doel. Dan kan je net zo goed gelijk al van de brug afspringen. Ja? Dat kan niet het doel van het universum zijn. Dat hoe de mens nu leeft. Kan gewoon niet. Het zal doelloos zijn. En niets is doelloos. Elk insectje, elk beestje, elk diertje, elk plantje. Regen, zon, licht en donker. Alles is gecreëerd met een reden. Ja, omdat het goed is voor je nachtrust. Dus goed om de zon, dan krijg je energie van. Alles heeft een reden, heeft een doel. Maar hoe de mensheid die zo leeft, het heeft geen doel. Het is doelloos. Doelloos. Het doet maar wat. Het volgt zijn bron totaal niet meer. Indien de vele studenten die in deze tijd de verschillende invalshoeken van de waarheid op de aarde bestuderen, nou precies, de onwetendheid van hun lager denkvermogen konden terzijde schuiven. Precies, dat lagere denkvermogen, dat zeg ik ook steeds. Ja, je moet het maar een naam geven om het te begrijpen. En zouden geloven in de schijnbare wonderen uit de voorbije eeuwen. Ja, er zijn al zoveel wonderen al verkondigd en verteld en laten zien. En die sluier van ongeloof, elke keer wordt het er weer uitgetrapt. Of je wordt weer onderuit gehaald. Of mensen worden toch weer misleid, verleid. Om in het lagere te blijven, hè? Dan zou de cocon van hun ego doorbroken worden. Nou, precies wat ik eigenlijk allemaal vertel. Zodat het licht kan binnenstromen. Precies. Het vertrouwen om te geloven in de zaken die men niet gezien heeft, is een van de grootste middelen om de deur te openen naar de bewuste werking van het licht van de Ik Ben tegenwoordigheid. Zoals u de auto of het vliegtuig gebruikt om snel grote afstanden te overbruggen. Zo gebruikt de grote Ik Ben tegenwoordigheid het lichaam. Het lichaam vertegenwoordigt het vliegtuig. En het denkvermogen is de krachtige motor waardoor de Ik Ben tegenwoordigheid het lichaam voortstuwt. Ik ben ervan overtuigd dat de studenten niet begrepen hebben hoe subtiel iemand af en toe twijfelt. Wanneer iemand zich, wetend of onwetend, vragen stelt over de almacht van de Ik Ben tegenwoordigheid, is dit een subtiele vorm van twijfel. Diegene
die wensen of trachten te discussiëren over de vraag naar de werkelijkheid van de grote waarheid van het leven, ongeacht of ze hierin geloven of niet. Laat de twijfel toe in hun eigen leven. Deze dagen kan niemand die ernstig redeneert en die zijn aandacht gevestigd heeft op de Ik Ben Tegenwoordigheid en ze daar stevig op gericht houdt, de almacht van de Ik Ben Tegenwoordigheid, bediscussiëren, betwijfelen of in vraag stellen. De nauwelijks herkenbare vorm van twijfel die in de gedachten en discussie toelaat over de bron van zijn wezen, is slechts een gebrek aan kracht om zich te weren tegen de wet van weerstand. Aan dit gebrek kan de groei van de persoonlijkheid gemeten worden. Er is een zeer groot verschil tussen oprechte vraagstelling om de waarheid te kennen en de menselijke neiging om te discussiëren over de ware werkelijkheid waarin men wenst te geloven. Nou, precies. Wij verwelkomen altijd zeer ernstige, oprechte vragen over de waarheid. Maar we willen niets te maken hebben met de persoon die beheerst wordt door de neiging te argumenteren tegen de werkelijkheid van de waarheid. Dat is het echt hoor. Dan ben je in gesprek of dan heb je bijvoorbeeld een video gemaakt, zeg maar wat. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, over dit is er bijna geen twijfel hoor. Er zijn alleen maar mensen die het begrijpen. Maar je bent bijvoorbeeld iets aan het vertellen en dan gaan mensen die eigenlijk weten dat het klopt, toch argumenteren. Ja, gaan toch zeggen van nou, ja maar hoe weet je dat dan wel zeker? Of ik wil bewijzen zien, ik wil bronnen zien. ik denk niet dat het bestaat, want hoe kan het dan? Weet je wel? En ik denk ook dat hier heb je niets aan. Ja, het is ontkrachten in plaats van mensen kunnen leren. Je kan hier niets mee. Iemand die op die manier vragen stelt, wat eigenlijk geen vraag is, wat eigenlijk juist argumenteren is, hè, discussiëren. Hier, we hebben het over typfouten. Heel veel mensen hebben er een bloedhekel aan. Ik ook. Ja, mensen die elke keer over typfouten hebben of over spelfouten of weet ik veel wat. Kijk, je hebt twee dingen. Stel je ziet dat iemand bijvoorbeeld moeite heeft met de Nederlandse taal. Ja? Of diegene komt uit het buitenland, hè, en die spreekt een andere taal. De Nederlands is voor diegene een vreemde taal. En je denkt van, goh, hè, ik zou diegene wel kunnen helpen met zijn taal. Dan is het positieve kritiek. Ja, dan zeg je van, goh, hè, ik zie dat je wat moeite hebt. Ik zie wat spelfoutjes. Zou ik je ermee helpen? Sowieso. Hè, grammatica. Magic Book of Spells. Hoe doe je nou je spel gebruiken? Dan heeft diegene er ook wat aan. Maar iemand steeds neer te zetten alsof het een klein kind is. Dat je diegene op de vingers tikt van, goh, je hebt zo'n spelfout. Je hebt een typfout. Of zeggen ze nog wel eens van, god, ik kan niet eens goed Nederlands. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik spreek inmiddels 6 talen. Ik haal wel eens wat door elkaar. En je hebt ook heel vaak die autocorrectie dat helemaal niet goed gaat. Of je typt te snel. Dan heb je helemaal geen tijd voor om dat allemaal 40 keer na te gaan kijken, weet je wel. Ja, men begrijpt toch wel wat je bedoelt. Ja? Doe even niet zo achterlijk. Nou, en dat is bijvoorbeeld argumenteren. Ja? Je hebt er niets aan. Het zijn mensen dat ze daar nog hun moeite in willen stoppen. Goed, hier gaat het dus over. Men is hier dus ook, wil niet argumenteren. Wij verwelkomen altijd zeer ernstige, oprechte vragen over de waarheid. Nou inderdaad, ik zou in iemands lip hangen, ja. Dat iemand überhaupt mij dat zou willen vertellen. Want dit is de verlossing uit alles. Maar we willen niets te maken hebben met de persoon die beheerst wordt door de neiging te argumenteren tegen de werkelijkheid van de waarheid. Nou precies, ja, dat we dingen krom moeten gaan zien, terwijl die recht horen te zijn. Hoe meer de discussie over de waarheid toegelaten wordt in iemands leven, hoe groter de barrière wordt die men opricht en die men ooit dient te overstijgen. Studenten die dit kanaal voor de uitdrukking van de waarheid bekritiseren, afkeuren of er een oordeel over vellen, zullen ervaren dat ze aan de rand van de afgrond staan, waarin ze op ieder ogenblik kunnen neerstorten. De enige reden hiervoor is hun eigen schepping en dat trollen. Ja, echt, je hebt ook dat trollen. Dat,
Ik heb nooit echt begrepen in het begin van de corona wat trollen nou precies was. Weet je, trollen, ik zag allemaal van die kleine kaboutertjes, weet je wel, trollen. Nou ja, dan oké, later begrijp je dat dan wel. Oké, er zijn mensen die aan het trollen zijn, weet je. Die willen je op de kast krijgen of opjagen of weet ik veel wat. Of discussies uitlokken en die krijgen er energie van. Maar toen heb ik er een documentaire over gezien, wat trollen nou echt is. Die mensen worden ook werkelijk voor betaald. Ja, om reacties uit te lokken. Of mensen juist van mening te doen veranderen. Of die krijgen er energie van. Die worden voor betaald om inderdaad weer die dualisme. Dus verdeeldheid te zaaien. Om dus, dat noemen ze dus trollen. En dat kun je ook op YouTube vast wel vinden. Er zijn filmpjes over wat is nou trollen. En die zitten dan letterlijk echt op 3 of 4 computers tegelijk. En dan zitten ze... te typen van, ik ben het er niet mee eens en daar, dit is allemaal onzin en het is niet waar wat je zegt. Weet je, als iemand bijvoorbeeld over dat je jezelf kan genezen, dan gaan hun schrijven, nee hoor, je kan jezelf niet genezen. Je moet naar het ziekenhuis en alleen de dokter die weet het en bla bla bla. Zodat ze energie daarvan krijgen. En die worden daar dus voor betaald om natuurlijk die 3D-wereld te beschermen. Ja, dat die 3D-wereld nog blijft bestaan. Ik zou willen dat iedereen begrijpt dat deze straling van het licht ingesteld is voor een welbepaald doel. Deze straling zal haar werk verder zetten, ongeacht 1 of eerdere persoonlijkheden die hier geïncarneerd zijn. Ik zeg dit duidelijk, zodat de studenten van deze straling zouden begrijpen dat ze omgaan met machtige krachten, die zo werkelijk zijn als de werkelijkheid kan zijn. Diegenen die de beproevingen en de straling van het licht niet kunnen doorstaan, mogen hiervoor nooit of nooit iemand anders dan zichzelf beschuldigen. Want ze hebben een vrije wil en ook aan hen werd het gebruik van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid geschonken, waardoor ze absolute zelfbeheersing kunnen handhaven. Ik moet hen nogmaals duidelijk zeggen dat ze zich met zekerheid op gladde pad van twijfel en vraagstelling begeven, wanneer ze zo dom zouden zijn om te proberen te discussiëren over de heilige waarheid die hen gegeven werd voor hun eigen gebruik en bevrijding met mensen die hier niets van afweten. Ik mag u het volgende vertellen. In het verleden was het de studenten die voor onderricht in het retraitehuis waren opgenomen niet toegestaan de waarheid onder elkaar te bespreken. Ze dachten er zelfs niet aan. Ze legden zich stil en ernstig toe op het onderricht van hun leraar en zij behaalden met zekerheid de resultaten die zij verlangden. Oké, wat ze hier eigenlijk ook mee bedoelen is inderdaad dat ze de waarheid voor hun houden, zodat ze niet wankel gemaakt konden worden. Ja, dus ze mochten de waarheid onder elkaar niet bespreken, zodat ze dus niet erover gingen twijfelen en dat ze dat in zichzelf moeten gaan oplossen. Is ook een hele goeie. Het is beter dat studenten stomdronken over straat lopen dan dat ze het licht dat hen gegeven werd afkeuren. Precies. Bekritiseren of beoordelen. Want indien zij volgens de aanwijzingen willen binnentreden in de Ik Ben tegenwoordigheid, zal elke vraag en elk probleem in hun leven verdwijnen. Zoals de mist optrekt bij de straling van het ochtendelijke zonlicht. Ik neem aan dat alle studenten sterk genoeg zijn om de waarheid te aanhoren en de kracht van de Ik Ben tegenwoordigheid te gebruiken, om het ego te beheersen en te leiden, zodat zij de volledige tegenwoordigheid, liefde, wijsheid, kracht en overvloed van de grote en machtige Ik Ben tegenwoordigheid mogen ontvangen. Zij stelt hen in staat te denken, te voelen en te leven. Zij geeft hun ook het verlangen om te reiken naar de waarheid, het licht. Ik wens duidelijk te zeggen, terwijl de staf van vuur in het bewustzijn van de studenten geplaatst is, dat deze broeder en zuster die dit doorgeven, slechts boodschappers zijn van diegenen die deze wet reeds vele eeuwen kennen en bewezen hebben. Deze grote wezens die uw aandacht trekken, zijn geen mythe of verzinsel van de menselijke verbeelding. Maar ze zijn levende, wijze, liefhebbende wezens die zo'n kracht bezitten, die ze naar eigen inzicht mogen gebruiken, dat het voor het menselijke denkvermogen onmogelijk is zich dit voor te stellen.
Vroeger had de student bijna eindeloos veel tijd om te beslissen of hij wenste te handelen in het licht of in de onwetendheid van zijn machtige tegenwoordigheid en kracht. De kosmische cycli herhaalden zich steeds opnieuw, totdat de tijd aanbrak dat Gods kinderen uiteindelijk moesten beslissen wie ze wilden dienen. Nooit in de geschiedenis van de wereld zijn er zoveel kansen en hulp geboden aan de kinderen van de aarde om de zonneschijn van Gods eeuwige licht te aanschouwen en om standvastig en onbevreesd in zijn stralende luister te stappen. Vrij voor eeuwig bevrijd van alle beperkingen en levend in de overvloed van het licht, dat hen omhult zoals een mantel van vrede en rust. Ik zeg opnieuw tot de beminde studenten, indien u de waarheid van deze onderrichtingen, die u op een gouden schotel worden aangeboden, niet voelt in uw hart, zeg of doe dan nooit in naam van uw Ik Ben tegenwoordigheid iets wat iemand anders zou afhouden van het licht, dat hij mag ontvangen. Precies. Als een ander het wel voelt, laat diegene alsjeblieft gelukkig zijn met dat wat hij voelt. He, dat diegene stijgt naar een hoger bewustzijn. Dan mag je alleen maar blij om zijn en niet jaloers. De volledige zuivere waarheid die ik u geef in de volheid van de grote liefde van mijn wezen, is dat de Ik Ben tegenwoordigheid u laat begrijpen en weten wat het betekent te durven te doen en stil te zijn. Elk gevoel van vraagstelling in uw gedachten over de werkelijkheid of de echtheid van de bron van uw onderricht belemmert slechts uw vooruitgang en is er de oorzaak van dat het maanden of jaren duurt om de volbrenging, wat u met een vrij en vredevol denkvermogen gemakkelijk in een paar weken kunt doen. Nou, dat is echt hoor. Het is zelfs dat je denkt van, ja, maar zou dit dan niet een hypnose zijn? Weet je wel? Zo erg gaat dit ego door. Die jou continu uit je harmonie wil halen. Als diegene, nou laat maar liever in deze hypnose dan zitten. Als dat zo zou zijn, maar inderdaad, dat is dus twijfel. Ja? Dus ik vertel alleen maar van hoe een ego kan zijn. Maar dit is dus dan weer die twijfel. Die dus weer aan de echtheid en de waarheid van het innerlijke, van jouw goddelijkheid, wil gaan twijfelen uit angst dat het niet waar kan zijn. Ja? Maar wat heb je in godsnaam te verliezen dan? Hier kun je alleen maar wat mee winnen, als dat zo zou zijn. Ja? Om dat ego eventjes te onderdrukken, zou ik het zo zeggen. Als diegene die u uitverkoren heeft, ken en gevoel ik al uw gedachten. Nu en dan is het voor de student zeer gemakkelijk te denken dat zijn daden of zijn gedachten verborgen of niet gekend zijn. Maar voor de opgevaren heerschaar kan geen enkele daad of gedachte verborgen worden. Aangezien alles wat u denkt of voelt geregistreerd wordt in de etherische wereld. Wij hebben hier geen bril voor nodig. Koester dus nooit het valse gevoel dat u in het geheim kunt denken of handelen. U kunt dit opperbest doen vanuit uw persoonlijkheid. Maar u kunt dit nooit zonder belemmering doen. Vanuit de Ik Ben tegenwoordigheid. Die de opgevaren meesters zijn. Tot zover, mijn beminde studenten, is het mij toegestaan u te helpen uw waakzaamheid te ontwikkelen. In de toekomst zal hier niet meer naar verwezen worden. Herinner u dat u zelf beslist of u vooruitgang boekt of niet. Ja, we beslissen het zelf. Het is wat we ermee zelf meedoen. Nu ga ik u iets zeer bemoedigends zeggen. De enige mogelijke reden waarom de persoonlijke straal van Jezus nu kan doorgegeven worden aan hen die onder deze straling zijn, is dat 7 studenten van deze groep 2000 jaar geleden getuigen waren van de hemelvaart van Jezus Christus. Hij zag en herkende hen toen. Ook nu ziet hij hen en hij herkent hen niet alleen, maar hij geeft hen nu ook veel bijstand. Zoals deze straling naar u reikt, beminden, zo zal zij ook steeds reiken naar het hart van degene die de tegenwoordigheid kunnen ontvangen. Wegens deze straling zullen veel mensen die een grote liefde voelen voor Jezus of die Jezus liefde ervaren via de orthodoxe kanalen, de ogen openen voor de innerlijke goddelijke tegenwoordigheid. Tevens spreidt
De gezamenlijke werking van Jezus en de opgevaren heerschaar, zijn mantel van liefde, vrede en licht over de mensheid. Dit gebeurt in deze tijd van het jaar omdat zij nu het gemakkelijkst de aandacht van de mensen kunnen trekken. Nou, precies. Beminden. Klinkt het voor u ongelooflijk als ik zeg dat de meesters van het licht en wijsheid in alle richtingen doorgang hebben, binnen in de aarde, net zoals u op aarde autosnelwegen hebt die de ene kust met de andere verbinden? Indien u de atomaire structuur van de aarde zou begrijpen, dan zou u dit niet aanvoelen als iets ongelooflijks. Want deze groten die de vooruitgang van de mensheid vanaf het begin begeleid hebben, moeten slechts gebruik maken van bepaalde stralen om even gemakkelijk voor de aarde te wandelen, om even gemakkelijk door de aarde te wandelen als u door het water stapt. Het verschil is echter dat zij hun weg achter zich openlaten, maar wanneer u door het water stapt, sluit het zich achter u, zodat uw pad niet duidelijk zichtbaar is. Het is juist hetzelfde bij de grote wezens die voor de mensheid de weg gebaand hebben naar het licht. De gebaande weg blijft open, zodat Gods kinderen die minder verlicht zijn, altijd de weg zouden kunnen vinden en volgen. Indien ze af en toe een fout zouden maken en een zijweg inslaan, dan roept de Ik Ben Tegenwoordigheid hen terug naar de hoofdweg. En zij draagt hen verder, totdat ook zij fakkeldragers of wegbaners zijn voor diegenen die nog volgen. Nou precies, fakkeldragers, lichtdragers noemen ze dat dan, hè? Wegbaners. Ik ben de machtige tegenwoordigheid die nooit ongeduldig of ontmoedigd is. Tijdens de lange periodes waarin de kinderen van de aarde zich afwenden van het licht. Ze geven zich over aan zinnelijk genot, totdat dit voor hen zo weerzinwekkend is geworden dat ze bijna met hun laatste adem hardop roepen: God red mij. Ik kan het niet helpen dat ik in mezelf glimlach wanneer ik verwonderd opmerk dat sommigen onder u denken dat ik een zeer norse oude kerel ben. Maar al zou dit zo zijn, dan heb ik toch de moed u de waarheid te vertellen over uw noden, zodat u hieruit voordeel kunt halen. Wanneer u mij beter leert kennen, zult u mij tenslotte niet meer aanzien als zo'n oude brombeer. Zolang de student zich vragen stelt, stelt hij zich niet volledig open voor de waarheid van het onderricht. Wanneer de mensheid naar het licht reikt, dan wordt er besloten dat het de moeite waard is om de natuurlijke stralen ononderbroken naar de aarde te sturen en ze in het centrum te plaatsen. De aarde is samengesteld uit aarde, water en lucht. De stralen zijn het kosmische vuur dat deze drie elementen doordringt. De stralen dringt door de aarde en waar ze elkaar ontmoeten, verzachten ze en vormen deze heldere substantie of straling, de geconcentreerde werking van het licht. Eén straal dringt door de aardkorst op een plaats juist ten zuiden van het centrum van de Gobi-woestijn. Een andere straal dringt de aarde binnen ten oosten van het Titicaca-meer in het Andesgebergte. Het is het grootste meer in Zuid-Amerika en het hoogst gelegen meer van de wereld. Eeuwen geleden was dit een zeer belangrijke plaats. Dit zijn de krachtigste lichtpunten in de aarde. In bepaalde periodes is er altijd een kosmische activiteit, waarin niet mag geïnterfereerd worden. De grote kosmische wetten zijn nauwkeurig tot in het kleinste detail en zoiets als mislukking of toeval bestaat niet. Een grote verandering waardoor een groot aantal mensen het lichaam moeten verlaten, brengt hen enkel ergens waar ze even niet kunnen vechten. In de Wereldoorlog haten de soldaten van beide kanten de mensen waartegen ze moesten vechten. Maar tevens ook de regering die oorzaak was van deze oorlog. Ook hier zeggen ze dat in, hè? Ze zeggen dat overal. Neem in de wereld nooit iets in aanmerking, behalve de grote Ik Ben Tegenwoordigheid. Waak over uw gevoelens en beheers ze. Want indien u dit niet doet, komt u op een punt waarop uw gevoelens u onverhoeds overvallen. Ja, die gevoelens, ja. Poeh. Wat zit dat geankerd? Het is ego allemaal, hè?
Wanneer er zich iets voordoet waardoor een student die de wet kent teleurgesteld is, zou deze zich steeds onmiddellijk moeten wenden tot de Ik Ben tegenwoordigheid en vragen wat hij moet doen. Maar in plaats hiervan houdt de student meestal zijn aandacht gericht op de teleurstelling. Wanneer er zich iets voordoet waardoor een student die de wet kent teleurgesteld is, zou deze zich steeds onmiddellijk moeten wenden tot de Ik Ben tegenwoordigheid en vragen wat hij moet doen. Maar in plaats hiervan houdt de student meestal zijn aandacht gericht op de teleurstelling. Dan is er soms bijna een aardbeving nodig om hiervan los te rukken. Om hem hiervan los te rukken. Nou, dat is echt. Het is echt, hè? Er kunnen 1000 mooie dingen gebeuren, maar er hoeft maar 1 negatief iets tussen te zitten. En daar kunnen mensen echt de hele dag aan vastklampen. Of de hele week. Of weken. Ja, dat is moeilijk om dan los te laten. Waarom kan iemand zich niet inderdaad. Inderdaad, je kan ook vragen: wat moet je hier aan doen? Ja, wat kan ik doen? Maar waarom kan je niet gewoon onberoerd verder gaan en gefocust blijven op de positieve dingen? Dat kan wel, maar dat is maar jouw focus, hè? Je kan gewoon je focus verleggen. Neem het standpunt in. Deze weerstand moet wijken en mijn zicht en gehoor moeten zich herstellen. Oké, dus dit zeg je tegen jezelf. Zeg vastberaden, ik ben de tegenwoordigheid van mijn volmaakte zicht en gehoor, om deze omstandigheden te helen. Iedereen zou moeten verklaren, ik ben mijn volmaakte zicht en gehoor. De Arabische sprookjes van 1001 Nacht kwamen oorspronkelijk van de meesters, die deze verhalen doorgaven als een gesluierde waarheid om de mensheid te helpen. En diegenen die erin geloofden ontvingen wonderlijke manifestaties. De student moet erop vertrouwen dat hij de tegenslag te boven komt. Voordat wij deze realiteit kunnen verwezenlijken. Vertrouwen ligt aan de oorsprong van deze wonderlijke ervaringen. Want vertrouwen is de bevestigende kracht. Indien wij deze kracht kunnen ontwikkelen, wordt ze realiteit. Wanneer u de wet diep genoeg doorgrondt, dan zult u merken dat ze steeds op 2 manieren werkt. Er is voor eerst condensatie en ten tweede verdamping. Doe rustig verder en laat u niet beïnvloeden door tijd, plaats of zaken. Uw denkvermogen moet kalm en rustig zijn. Uw uiterlijke en innerlijke wil moet één worden, wanneer de aandacht hier vastbesloten op bevestigd is. Wordt steeds meer van de innerlijke werking geopenbaard, totdat u deze bewust kunt hanteren. Zegening. Tegenwoordigheid van Meru, Nada en de grote opgevaren heerschaar. Wij loven en danken u voor uw stralende luister, uw wijsheid en uw substantie die u ontwikkelt om zich zichtbaar te maken. Wij loven en danken u omdat uw grote wijsheid en intelligentie één zijn met de grote Ik Ben, die Ik Ben en omdat ze steeds meer van zichzelf in bewuste werking brengt. Wij loven en danken u omdat we in de bevestiging van de Ik Ben tegenwoordigheid de sleutel hebben tot al het zichtbare en onzichtbare. Mooi, heel mooi. Dit was redenvoering 17. We gaan volgende week dus weer naar redenvoering 18. Heel veel liefde en geluk voor jullie. Ik hou van jullie en we gaan lekker door. Doei!